De gast dit uur in onze rubriek Medische Zaken is Ruben Schouten, chirurg bij het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we gaan het hebben over aanbijen. Een onderwerp waar ik niet per se om sta te springen om dat zo om het over te hebben. Ik denk de meeste mensen niet hoor. Nee, precies. Maar eigenlijk is het juist daarom wel goed om het er wel over te hebben. Zo werkt dat natuurlijk wel. Laten we beginnen met de vraag, wat zijn aanbijen? Ja, nou, het onderwerp is inderdaad niet heel sexy, als je het zo mag noemen. Maar heel veel mensen hebben er last van. En het wordt ook heel vaak niet behandeld, omdat mensen met deze klachten niet durven te komen. Er zit echt nog een taboe op. Reden te meer om het wel te bespreken, omdat het zoveel voorkomt. Allereerst kan ik zeggen dat eigenlijk iedereen heeft aanbijen. En dat klinkt een beetje vreemd, maar aanbijweefsel is een heel normaal iets wat iedereen heeft. En het is ook heel belangrijk dat je dat hebt, want het aanbijweefsel is eigenlijk zijn het een soort kussentjes met bloedvaten, net bij de anus. En die zorgen er ook voor dat je je continentie kan behouden. Dus het ophouden van je ontlasting is deels afhankelijk van het functioneren van je aanbijweefsel. Dus het is volstrekt normaal om aanbijen te hebben, alleen als ze groter worden en als ze uit gaan zakken, dan kan je er last van krijgen. En dan heb je dus last van je aanbijen. Ja, dat is ontzettend vervelend. Je zei net al, heel veel mensen hebben last van. Hoe groot is dat probleem dan eigenlijk? Nou, dat is moeilijk in te schatten, omdat niet iedereen komt met die klachten. Heel veel mensen die blijven ermee rondlopen, omdat ze of niet zien hoe vervelend het eigenlijk is, daar niet mee naar buiten durven te komen, niet mee naar de dokter gaan en er maar mee rond blijven lopen. En ook veel mensen die denken dat als je daarmee naar de dokter gaat, dat er de meest verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Dat ze uitgesneden worden en dat er allerlei vreselijke pijnlijke behandelingen volgen. Dus dan denken ze, laat maar. Dan maar die aanbijen. Dus wij zien heel veel mensen met aanbijen, maar denken dat die groep die het heeft en last heeft nog veel groter is. Maar eigenlijk is dit dus nog echt een taboe onderwerp. Ja, en je zou zeggen tegenwoordig 2018, ja, er zijn niet zoveel taboes meer. Maar er zijn toch nog veel mensen die ik spreek en die echt schoorvoetend over de drempel komen van nou, ik loop er al jaren mee, maar ik durfde er niet mee te komen. Dus het is nog steeds een soort een moeilijk onderwerp in ieder geval. En wanneer die aanbijen een probleem worden bij mensen, wat zijn daar dan de oorzaken van? Nou, zoals gezegd, aanbijen die horen erbij, zomaar zeggen. Maar als je er last van krijgt, dan betekent dat ze groter worden, dat ze wat uitzakken, want ze moeten natuurlijk binnenin blijven en ze kunnen naar buiten komen. En de klachten die mensen met name aangeven is dat ze bloedverlies hebben, wat altijd natuurlijk wel erg vervelend is en waar mensen ook erg van schrikken. En naast dat ze bloedverlies kunnen hebben, kunnen er andere klachten zijn, zoals een jeuk, wat pijnklachten, het gevoel dat er wat naar buiten komt, een gevoel van aandrang dat je naar de wc moet, maar er komt niks, want wat je dan voelt zijn de aanbijen. Dus een scala van klachten, maar bloedverlies is wel centraal daarbij. Ja, maar waar wordt dat dan weer door veroorzaakt? Want in principe, die aanbijen, nou, die heb je dus, maar waardoor wordt het ineens een probleem? Nou, het probleem is dat het zijn dus een soort kussentjes met bloedvaten. Dus als dat naar buiten komt en groter wordt en er moet ontlasting langs, dan kan dat kwetsbaar zijn, dan kan het beschadigen en dan kan het gaan bloeden. En dat is de voornaamste klacht. Maar waar wordt het door veroorzaakt? Waarom heeft de een het wel en de ander niet? Nou, het belangrijkste is eigenlijk je ontlastingspatroon. Dus als mensen een heel moeilijk ontlastingspatroon hebben, dus als ze harde ontlasting hebben, als ze heel lang op de wc moeten zitten en persen, dan gaat dat meer prominent worden en dan krijg je meer klachten. Dus mensen komen vaak met een verhaal dat ze al jarenlang moeizame ontlasting hebben en dan op een bepaald moment ontstaan die aanbijproblemen. Maar is de een daar gevoeliger voor dan de ander? Ja, dat is wel zo. Want sommige mensen met problemen met ontlasting, die hebben weer geen aanbijen. En sommige mensen vertellen mij ook, ik heb een prima ontlasting. Elke dag hetzelfde. En toch zijn er aanbijen. Ja. Dus het heeft ook te maken met de aanleg van de aanbijen, de grootte en de gevoeligheid voor klachten daarvan. De ene bloedt wat eerder dan de ander ook. Ja, je had het inderdaad over dat bloeden en zo. Heb je er gewoon bij zitten bijvoorbeeld ook last van? Dat valt vaak wel mee. Mensen klagen met name over bloedverlies bij de ontlasting of net daarna. En kunnen dan wat klachten hebben na de ontlasting, dat ze het gevoel hebben dat er nog wat zit. Een beetje drukgevoel. Echt pijnklachten de hele dag door, dat hoort er eigenlijk niet bij. Nee. Is het iets wat mensen meteen doorhebben? Zo van, oh ja, kijk, dat zal het wel zijn.
Ik denk het wel, want de meeste mensen kennen wel het fenomeen aanbijen en dat je bloedverlies hebt met ontlasting. Dat kennen mensen vaak wel. Dus ik denk niet dat het onbekendheid is met het fenomeen waardoor ze niet komen. Meer van, toch wat schaamte en gevoel van, ik kan me beter niet behandelen, want dan gebeuren er vreselijke dingen. En als je het dan niet behandelt, gaat het dan vanzelf weer weg? Nee, het gaat niet vanzelf weg. Tenzij je bepaalde maatregelen neemt in bijvoorbeeld je eetpatroon en je leefpatroon. Waardoor je ontlastingspatroon weer beter wordt. En dan kan het inderdaad zeker verdwijnen zonder dat je daar verder voor behandeld hoeft te worden. Maar jouw advies is vooral, doe er wel wat aan. Doe er wel wat mee. En het belangrijkste is dat je vaak met bepaalde aanpassingen in het eetpatroon en leefpatroon, ook beweging hoort daarbij bijvoorbeeld. Dat soort adviezen kom je vaak al heel ver mee. En dat zijn ook dingen waar mensen zeker met de huisarts over kunnen praten. En dan hebben ze mij als chirurg zeker niet nodig, gelukkig. Maar nog even daarover. Hè? Wat is concreet een aanpassing van het eetpatroon die helpt om aanbijen te voorkomen? Nou, de oude adviezen die gelden nog steeds. En dat wil zeggen veel vezels. Wat natuurlijk zit in het fruit en de groenten en het bruine brood. Veel water is ook belangrijk. Veel drinken. Weinig vetten. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken. En ook beweging, sporten stimuleert je darm enorm. Dus als je goed sport, goed beweegt, dan hou je darmen ook gezond. Ja. En daarmee ook je ontlastingspatroon. Ja, het hoort allemaal bij elkaar eigenlijk. En wanneer komen mensen nou bij jou? Mensen komen bij mij als ze vaak bij de huisarts zijn geweest met deze klachten, een bepaalde aanpassing hebben gedaan. Maar toch nog steeds last hebben van hun aanbijen. Met bijvoorbeeld bloedverlies, gevoel dat er wat zit. Dat soort zaken. Dus als het de simpele maatregelen niet voldoende zijn. Dan ga jij het wegsnijden. Nee, dan gaan we het zeker niet wegsnijden. Dit uur praten we met chirurg Ruben Schouten van de MC-groep over aanbijen. We waren net even in het stadium beland, Ruben, waarbij de huisarts geen soelaas kan bieden. Hè? Daar zou je in eerste instantie terecht kunnen. Dan krijg je waarschijnlijk het advies om wat gezonder te gaan eten en zo. Maar dat de chirurg eraan te pas moet komen. Wat voor soort gevallen moet jij in actie komen? Nou, het gros van de mensen met aanbijen die kan prima behandeld worden door de huisarts. Met inderdaad die maatregelen waar we het over hebben gehad. Soms komt daar dan wat medicijnen bij, wat laxeermiddel, waardoor het wat beter gaat. En als dat allemaal geen soelaas biedt inderdaad, dan komen ze bij mij. En dan ligt het aan de ernst van de aanbijen. Er is een bepaalde gradering, graad 1 tot en met 4. Zal ik niet precies allemaal uitleggen, maar graad 1 is, dan heb je een beetje last, maar valt het wel mee. En graad 4, dan heb je echt heel veel last en dan hangen de aanbijen echt naar buiten. Dus afhankelijk van die gradering gaan wij behandeling starten. Eigenlijk het meest simpele wat wij doen en wat ook in een 80% van de patiënten gewoon helpt, is dat wij ze op de polykliniek zien. Dat wij met een klein kijkertje van achteren de aanbij gaan bekijken. En direct behandelen met prikjes. Nou, prikjes in de aanbijen? Ja, prikjes in de aanbijen. Nou, mensen denken dan meteen, prikjes. Maar dat valt wel mee, omdat die prikjes die komen eigenlijk net boven de aanbij in het slijmvlies van de darm. En daar heb je geen gevoel. Dus het is niet dat je prikken in de anus krijgt, maar juist net daarboven. Dat is een hele elegante methode om het op te lossen. En dan wordt er iets ingespoten? Dan wordt er wat ingespoten. En wat je inspuit, dat is een goedje wat zorgt voor een soort littekenreactie. De aanbij gaat dan feitelijk langzaam te gronden. Dat wil zeggen dat hij kleiner wordt. Dat hij een beetje naar binnen getrokken wordt. En dat hij dus minder last geeft. Hoe lang duurt zoiets dan? Meestal merken mensen binnen enkele weken dat het inderdaad beter gaat. Dus niet acuut, maar wel in de loop van de weken gaat het beter. En we zien de mensen altijd dan een keertje terug na een tijdje, na 6 weken ongeveer, om te kijken hoe gaat het nu, is het inderdaad verdwenen. En dan zijn er 3 mogelijkheden. Of mensen zeggen, nergens last meer van, helemaal goed, klaar. Of het gaat beter, maar het is nog niet helemaal weg. Dan kunnen we het een keer herhalen. En soms helpt het helemaal niets. En dan zijn er ook nog andere mogelijkheden om het te behandelen. En wat zijn die andere mogelijkheden? Nou, mensen die vertellen mij vaak dat algemeen bekend is dat je bij aanbijen met bandjes werkt. Je krijgt elastiekjes. Dat is een bekend fenomeen blijkbaar in de behandeling van aanbijen, dat je elastiekjes krijgt. En dat is om die aanbij eigenlijk af te binden. Ja. Dat is iets wat de huisarts dan normaal gesproken doet? Nee, dat is niet iets wat de huisarts doet. Dat doen wij. Alleen in Lelystad en ook andere ziekenhuizen doen we dat vaak niet meer. Omdat dat inderdaad wel vervelender is. Okay. Dan heb je een grotere kijker nodig. Dus dat is al vervelend. En dat aanbijen elastiekjes geeft meer klachten na afloop. Dus dat is niet zo'n fijne behandeling. Maar
Maar dat is wel mogelijk. Maar wat wij ook bijvoorbeeld kunnen doen bij ernstige aanbijen, bij de graad 3 en 4, hè, dus echt de ernstige klachten, zullen we maar zeggen, is dat we het met een laserapparaat behandelen. En dat is nieuw. Dat is niet, gebeurt nog niet overal. Wij zijn in Lelystad heel vooruitstrevend met laserbehandelingen. Ook voor de aanbijen. En dat is iets ingrijpender. Maar wat we feitelijk doen dan is dat we de aanbij aanprikken met een soort laserapparaat. En hem dan door middel van de laser helemaal dicht schroeien. Waardoor je ook minder klachten hebt. Ja, is dat een soort operatie echt? Of? Ja, dat is wel een operatie in die zin. Het is op de operatiekamer. Dat is omdat we dan bepaalde apparatuur nodig hebben. Maar na die behandeling mogen mensen wel weer meteen naar huis. Hm. En hebben verder geen beperking in die zin dat je allerlei dingen dan niet mag. Of je kan bij wijze van spreken de dag daarna gewoon weer werken. Je kan gewoon weer lopen en zo daarna. Ja, zeker, ja? Zeker. Ja, ja hoor. En dat klinkt wel, als je een laserapparaat erop gaat richten en daar dingen gaat, je gaat het dan toch weg laseren. Ja, je snijdt het niet weg, maar je schroeit het van binnen als het ware dicht. Hmm. Daar komt het op neer. En het echte, ik zou haast zeggen, ouderwetse wegsnijden van aanbijen, dat gebeurt zeer, zeer zelden. Omdat dat een behandeling is die heel pijnlijk is. Hmm. En ook toch wel wat problemen kan geven met je ontlasting, hè, met het ophouden van de ontlasting. Dus dat is echt het allerlaatste redmiddel. Ik denk dat wij dat een paar keer per jaar doen, maar heel weinig. Maar jullie lossen het liever op met het laserapparaat. Dus, ja, of met die prikjes of met de laser. En dat is een stuk eleganter en minder, het is wel vervelend genoeg, maar minder vervelend. Ja. Maar wat voor soort patiënten krijgen jullie nou? Zijn dat mensen die dus echt veel te lang ermee hebben doorgelopen, waardoor ze zo groot zijn geworden dat niks anders meer helpt? Of kun je ook gewoon vanuit het niks, om zo maar even te zeggen, zo'n mega ding hebben? Nou, ik krijg patiënten in alle soorten en maten. En dat is mannen en vrouwen. En dat begint vanaf 18, zullen we zeggen, echt jong. En tot 90. Alles door elkaar. En de klachten, idem, dat is ook alles door elkaar. Dus het is, sommige mensen komen heel vroeg al. Die hebben dan één keer een druppeltje bloed gehad bij de ontlasting. Maken zich veel zorgen en komen meteen voor een afspraak. En andere mensen die lopen al jaren met de ellende en komen dan pas. Maar blijft dat doorgroeien? Het blijft niet doorgroeien. Op een bepaald moment is wel een soort eindstadium bereikt. Waarbij je echte aanbijen hebt die naar buiten hangen en veel klachten geven. En dan het enige wat er dan nog wel kan gebeuren soms is dat die aanbijen ook nog eens verstopt raken. Want het zijn dus eigenlijk een soort bloedvaatjes. Yeah. Zo moet je het zien. En zoals je ook een trombose been kan hebben. Dat het bloed wat verstopt raakt in je been. Kan dit ook verstopt raken. En dan heb je wel pijn. Dat geeft heel veel pijnklachten. En die mensen komen vaak meteen. En als je nou zo'n behandeling hebt gehad met die prikjes of met dat laserapparaat. Zijn ze dan ook blijvend weg, die aanbijen? Dat is een hele goede vraag. Als je daarna je leefstijl aanpast, hè, dus zorgt voor een goede ontlasting met alle maatregelen waar we het over hadden, dan heb je een grote kans dat het weg blijft. Maar helaas is het geen garantie. Het gebeurt vaak dat ik mensen nog eens terugzie na een paar jaar van, nou, het ging heel goed, maar het is toch weer teruggekomen. Dan maar heb dan je toch kennelijk aanleg ervoor of zo, om het terug te krijgen. Maar je kan ook meerdere keren dus die behandeling doen. Ja hoor, zeker die prikjes, dat kan je in principe gewoon weer herhalen. En hopelijk zijn mensen dan weer een paar jaar geholpen. Ja. Maar het belangrijkste advies, als ik het zo hoor, is zodra je denkt dat je aanbijen hebt, of tenminste eigenlijk kun je daar bijna niet over twijfelen, ga meteen naar de huisarts, laat er iets aan doen. Maar eigenlijk ook, probeer het natuurlijk gewoon te voorkomen, hè, door voldoende te bewegen, goed te eten, te zorgen dat die ontlasting dun blijft. Ja, kijk, als je denkt dat je last van aanbijen hebt, dan kan je natuurlijk zelf al beginnen met bepaalde maatregelen. Zoals het zeiden, veel vezels, water, zorg voor goed beweging. Dus je kan al beginnen met een behandeling. Maar als de klacht is bloedverlies, dat is natuurlijk wel een hele belangrijk signaal. En dat zijn 9 van de 10 keer aanbijen, maar potentieel kan het ook wat anders zijn. Ja. En mensen zijn soms ook bang voor darmkanker bijvoorbeeld, als ze bloedverlies met de ontlasting hebben. En dat is een terechte angst, dat kan. Dus ik denk met bloedverlies is het altijd goed om naar de huisarts te gaan en te laten kijken van, zijn het aanbijen? Dat is het meest waarschijnlijk. Of is het toch iets anders? Dus de klacht moet je niet negeren. En sowieso is het een beetje overwinnen de schaamte en ga er wat aan doen. En er is wat aan te doen. Er is zeker wat aan te doen. En de schaamte moet je in die zin overwinnen. Je staat niet alleen. Heel veel mensen hebben er last van. En wij zien per week tientallen mensen met dit probleem. Dus in die zin hoef je er niet voor te schamen. Een zeer gebruikelijk probleem. Dankjewel, Ruben Schouten van de NRC.